Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist en de auteur van het boek Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En ik ben ook een vlogger op YouTube. En het is vandaag een zaterdag 25 januari 2020 alweer. Wat dat betreft schiet het alweer op, die eerste maand. En ik heb net een vlog online gezet over nostalgie en wat dat voor mij betekent. En ik weet nog niet precies hoe daarop gereageerd is. Dus daar ga ik zo even naar gaan kijken. Daar kunnen we nou wel even naar kijken. Maar wat ik wilde doen met deze vlog is even jullie bijpraten over bepaalde dingen. En gelijk wat toffe dingen op Instagram laten zien. Die ik net zag voorbij komen. En ik dacht, ik moet meteen opnemen. Want als ik het scherm ververs, dan is het allemaal weer. Dan is alles weer anders. Want dan is het algoritme weer anders. Je weet hoe dat gaat met Instagram. Laten we eerst even kijken naar hoe het gaat met het kanaal. Kijk, er zijn al wat reacties binnengekomen op de nostalgievlog. Dat vind ik erg leuk. Ga ik er zo meteen even goed naar kijken en antwoord op geven. Ja, het gaat best wel goed met mijn YouTube kanaal. Maar ik ben natuurlijk recent gestopt met Twitter. Want ik werd helemaal doodziek van Twitter. Letterlijk en figuurlijk werd ik doodziek van Twitter. En alle haat en nijd die daarop verspreid wordt. En alle fake news ook. Daar hebben we het wel eerder over gehad. Zie je dat nou echt terug aan de statistieken dat ik niet echt mijn vlogs door tweet? Nee, het valt wel mee. Spider-Man is goed bekeken, 90 views. De cosplay video's van de afgelopen week, die deden het wel een stuk minder, want meestal worden cosplay video's goed bekeken. Ik denk dat dat deels te maken heeft met het feit dat ze vooral goed bekeken worden vlak na het evenement waar ze zijn opgenomen. Dus in dit geval was dat de Dutch Comic Con winter editie. En dat is alweer, nou, dat was eind november, het is nu alweer eind januari. Dus ik denk dat dan de interesse alweer tanende is voor die ene editie. En dat mensen vooral misschien bezig zijn met de volgende editie. Die komt natuurlijk al in eind maart alweer. Dus die zijn niet zo goed bekeken, maar er wordt wel altijd aardig geliked en gereageerd door mensen. Dus ik vind het lage views vind ik dan op zich niet eens zo erg, want elke reactie vind ik leuk. En Ghost Rider en McFarlane, die doet het aardig. Dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden. Ik bedoel, het is een kanaal van ruim 450 abonnees. Ik ben nog steeds aan het opbouwen eigenlijk, wat dat betreft. En ik heb er nog steeds heel veel plezier in, vooral het maken van vlogs over oude comics. Dus daar ga ik zeker mee door. Maar nu wil ik jullie even wat anders laten zien. Dat is namelijk Real Amanda Lynn. Dat is een cosplayer die we hier zien op Instagram. Ik ga even naar boven, dan kun je even wat dingetjes zien. En ze is, wat we dan noemen, sexy cosplayer. Behoorlijk sexy. Superheldinnen en helden worden nu helemaal sexy getekend. Dus als je het live hebt om dat ook helemaal zo te belichamen. Goed, ik vind dit heel smaakvol en sexy wat zij doet. Er zijn ook cosplayers die gaan meer naar de softcore porno-achtige dingen in. Die zitten dus bijna praktisch half naakt. En dat kan op Instagram kennelijk nog wel. Want ik zie ze wel eens voorbij komen en hebben ze een string aan. En die hebben ook dan een Patreon-account en dat soort dingen. Ik vind dit heel erg leuk hoe zij omgaat op een speelse sexy wijze met haar passie voor cosplay. En Batman-figuren. Veel van Batgirl zien we wat ze doet. Maar ze doet ook andere personages. Laten we eens verder kijken. Naar de White Queen. Van X-Men. Dat draagt ze ook niet verkeerd. Veel DC, zoals je ziet. Ook een Supergirl. Maar ook gelukkig wat Marvel. Zoals hier Phoenix. Mooi kostuum ook. Ik denk dat ze die gekocht heeft. Niet dat dat erg is. Rogue, een van mijn favoriete X-Men personages. En dit is natuurlijk Madame Viper, geloof ik heet ze. Als ik het goed heb. Ja, Madame Hydra. Geen lekkertje. Ze doet dus ook super schurken. En ze doet ook Sabrina the Teenage Witch. Dat vind ik wel leuk, want de nieuwe seizoen is op Netflix verschenen. Dus dat krijgen we. Ja, dat kun je nu kijken. Ik geloof het derde seizoen. Is erg leuk. Is van de makers van Archie Comics. Daar komt het vandaan. Die ook. Daar is ook Riverdale op geïnspireerd. Maar ik vind Sabrina veel leuker. Veel Halloween-achtig. Dus dat kan ik je van harte aanbevelen om een keer te gaan kijken. Wat ik binnenkort wil gaan doen. Want dit is de 296ste vlog. Even terug. Of 97. Waar zitten we inmiddels op, mensen? 297 wordt dit. Ik wil binnenkort een Q&A doen. Dus als je vragen hebt
aan mij, dan is dat misschien leuk voor de 300ste vlog, want die komt eraan, zoals ik al zei. Dus als je vragen voor mij hebt over mij persoonlijk, of over comics, of over mijn vriend Spider-Man, zet die dan in het commentformulier hieronder, in het reactieformulier onder deze vlog. En dan beantwoord ik die waarschijnlijk voor de 300ste vlog. Is toch alweer een leuk nummer om iets bijzonders mee te doen. Dus dan doen we weer eventjes een Q&A. Ik ben heel benieuwd naar jullie vragen. Stel die vooral hieronder. Ik ben zeker niet ontevreden over hoe er wordt gereageerd op de video, zoals ik net al zei. Dus ga vooral zo door. Er zat ook een leuke, ja, sexy black cat. Black cat hoort gewoon sexy te zijn. Strak in het pak. Nou, dat doet Leanne heel aardig. Ik ga nog een paar andere dingen laten zien op Instagram. Voordat je denkt, die minderbouw denkt alleen nog maar aan sexy dames. Nou, ik doe nog wel andere dingen. Dit is een leuk Instagram-account. Dit is Serial Geek. Die heeft het vooral over Masters of the Universe. Hij verzamelt niet alleen original art celanimatie van de animatieserie Masters of the Universe. Maar ook is hij een animatieaflevering aan het reconstrueren op basis van die cels. En ik ben benieuwd hoe het daarmee staat. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij rapporteert erover op Instagram. Dus dan kun je dat zeker even checken. Piet Schreuders, art director en de uitgever van het blad Furore onder andere. En ik volg ook stripwinkels op Instagram zoals Senior Hernandez, zoals je ziet hier. En die laten dan zien wat ze in de uitverkoop hebben in dit geval, of wat er nieuw is. Stripfestival Breda kondigde vast aan wanneer we weer naar Breda moeten, naar het Chassé Theater. En ik ben heel benieuwd hoe het daar met de voorbereidingen staat. Het gaan we alvast sparen, zou ik zeggen. Sophie, boekseller, is van de American Book Center. Herman Roosen, die is aan het live cartoonen weer, zoals je ziet. Ook leuk. En CIA Talks Comics. Dat is van de stripwinkel in Amsterdam. CIA Comics Import Amsterdam. En daar laat ze gewoon altijd zien wat er nieuw in de winkel ligt. Dat is leuk, op die manier blijf ik goed op de hoogte. En Cheris Haskell is een illustratrice... Is het een in Minneapolis, kennelijk. Ik volg haar ook. Ik volg ook illustratoren. Ze maakt kennelijk veel portretten nu, zoals je ziet. Dus volg haar als je dat leuk vindt. Ik ben ook benieuwd naar wie jullie trouwens volgen op Instagram en waarom. Volgen jullie stripmakers of vooral stripwinkels? Of wat dan ook, meer CIA. Heel veel CIA krijg ik opeens in mijn tijdlijn. Niet dat ik dat nou per se erg vind, maar dat geeft wel aan hoe stom dat algoritme van Instagram is. Dat je af en toe doodgegooid wordt met één persoon. En vervolgens van heel veel andere mensen niks te zien krijgt. Dat is heel raar. Rich Forrester zie ik hier van The Bold and The Beautiful. Maar dit is dan vanwege Straight to Video. Die laten in Lab 111 één keer per maand een VHS'je draaien ze die af op een groot scherm. Maar dat zijn vaak hele toffe, lekkere pulpachtige films, B-films. Die kan ik je van harte aanbevelen. Rich Forrester heeft natuurlijk die beroemde... Ik ben even vergeten hoe die gast in het echt heet. Maar dat maakt ook even niet uit. Dat weten jullie vast wel. Hij heeft echt zo'n superkaak. Echt zo'n stripkaak. Bij zo'n DC-comic stripkaak heeft hij. Moet je kijken. Dat vind ik wel heel grappig. En hij heeft ook het gezicht van een Ken. Van een Kendall eigenlijk. Ik ken hem eigenlijk vooral van The Bold. Ik wist ook niet dat hij andere dingen deed. Maar hij zou een goede superhelden pretty boy zijn. Uit de jaren 80 superheldenfilm. Dat zou ik hem nog wel een keer willen zien doen. Want hij heeft het perfecte hoofd ervoor in ieder geval. Fiction cosplays. Laten we die nog even bekijken. Zop. Waar ben je? Sharon. Nederlandse cosplayer. Oh, kijk. Ze doet ook. Ze combineert ook allerlei personages, zie ik. Captain America. Maar dan de vrouwelijke versie. Dat kan. Dat heet dan geloof ik crossplay als ik het goed heb. Als je gender bent, zeg maar. Dus als je als vrouw een mannelijk personage speelt en vice versa. Vind ik wel tof. Van waarom ook niet? En het is creatief. Het is helemaal tof als mensen kostuums en de mensen, ja, hoe zeg je dat, combineren. Ze maken ook wel eens combinatie cosplay personages. En ze doet ook reenactments hier al. Ik heb haar nog nooit ontmoet. Leanne trouwens ook niet. Maar die woont ook in de Verenigde Staten. Ik zal toch eens gaan kijken als ik weer op de Comic-Con ben. Sommige personages herken ik ook niet, moet ik zeggen. Dit lijkt mij Star Wars. Ja.
Ze doet eigenlijk heel veel crossplay. Ze is de Kylo Ren. Eens even kijken of waar we mooi kunnen eindigen. Kurt Morrisons, de eindredacteur van Apple. En ook stripheld, eigenlijk Belgische stripheld en stripliefhebber. Hij geeft ook hij neemt mensen mee door Brussel naar de stripmuren. En daar heb ik ooit een vlog van opgenomen. Dus dat zal ik hieronder linken. Van Schuiten en Peter, die hebben hun verhalen altijd in Brussel laten doorgaan. In een Brussel dat zij zelf eigenlijk hebben ontworpen. Marloes de Vries is een illustrator. Die heb ik ook wel eens geïnterviewd op de stripdagen Haarlem. Maakt leuke illustraties. Ook voor bladen. En is ook van de Positivity Movement. Ik vind dat ze leuke dingen maakt. Ik laat gewoon even een paar dingetjes zien hoor. Dan heb je een beetje een idee. Het zijn vrouwen op Instagram vanochtend, denk ik, die ik laat zien. Per ongeluk. Maar dat is dus dankzij het algoritme. En haar mini-comic maakt ze ook. Maar hier in de review. Het is ook een beetje autobiografisch wat ze maakt. En ze heeft een album uit. Dat heb ik nog niet gelezen. Eigenlijk moet ik je bekennen. Want ik heb het gewoon nog niet in huis. Maar ze maakt leuke illustraties, vind ik. Even kijken. En Jaap Stiemer. Jaap Stiemer, kinderen met overgewicht moet je een skateboard geven. Want daar vallen ze vanaf. Ha, Jaap Stiemer is een journalist. En een woordkunstenaar. En een schilder. Daar heb ik ook ooit een vlog over gemaakt. Toen hij een expositie had in Horen nog. Laten we dan bij Jaap eindigen. Hij maakt dit soort Herman Brood-achtige dingen. En dit zijn dan gezichten die hij in één keer tekent. Zonder de punt van de marker van het papier af te halen. En instant poetry. Nou, hij is best wel actief op Instagram. Het is een aardige gast en een goede journalist. Hij heeft mij ooit geïnterviewd over mijn vriend Spider-Man. En hij is dus ook een dichter eigenlijk. Ik noem het een woordkunstenaar. Gewoon omdat hij dat ook doet. Wel toffe shizzle. Laten we dan bij deze eindigen. Nogmaals, mocht je een vraag hebben voor de Q&A, zet die dan vooral hieronder in het commentformulier. Dank je wel alvast. En dan gaan we kijken of dat leuk is voor vlog 300. En als er geen vragen komen, dan moet ik iets anders bedenken voor de 300ste vlog. Maar goed, dat zien we dan weer. En ik zou zeggen, fijne dag. Dank je wel voor het kijken en op naar de volgende vlog. En als je het leuk vindt wat ik maak, like en subscribe die shizzle. Subscribe op mijn kanaal en klik op het belletje. Dan word je op de hoogte gesteld van iedere nieuwe video die ik maak. Dankjewel vast en op naar de volgende vlog.